De volgende tolpraten die stond vorig jaar nog in de talentenclash. Maar ja, hij is echt niet meer weg te denken van dit toernooi. En dus mocht hij meteen doorstomen naar de eerste voorronde. En dan staat hij hier zo meteen. Ik weet zeker dat iedereen nog weet wie het is. Maar misschien herinner je nog die leuke grap dat hij binnenkwam met een bladblazer. En zo hoppelijk hij de rokjes van die majorettes omhoog blies. Ik ben benieuwd wat hij hier vandaag weer in petto heeft voor ons. Hij gaat vandaag als gynaecoloog. Hier is Rob van Elst. Ja. Een hele bevalling om in een tonnetje te komen, jongens. Mag ik me even voorstellen, ik ben Dick Knipscheer. Gynaecoloog. Mijn vrouw hoort ook Gyneke. Thuis ook vaak gezongen, gynaecoloog tegen mij. Alsof ik een kind kreeg. Ik heb vandaag mijn 500ste baby ter wereld gebracht. Was op zich geen fijne bevalling. Lille kind. Spuuglille, kan ik wel zeggen. En op een gegeven moment moeten ze een kind pakken. Ik sla hem, hij begint een hoop onzin uit te bramen. Geen ruggengraat. Vrouwke Janke. Ze zei, we moeten nou van zijn kind terechtkomen. Ik zeg, rustig, vrouwke. Zo iemand kan nog altijd burgemeester van Helmond worden. Satan. Nee, mensen, ik heb een praktijk. Gynaecoloogpraktijk. Loopt ontzettend goed. Ik bedoel, altijd tevreden personeel. Ja, nee, ook mensen die bij ons, het bevalt altijd. Hoe dat kwent of keert. Ik doe dat samen met twee anderen. Voor de mensen die het misschien niet weten, maar André Rieu, die werkt bij ons. Ja, die doet de uitstrijkjes. Een hele dure Stradivagina. Ja. En dokter Parkinson hebben we. Ja, voor het inwendig onderzoek. Nou, wat die klaarmaakt op een dag, jongen, dat krijgen we niet meer. Laatst was er bijvoorbeeld mevrouw Koen. En een kindje wordt geboren, maar groot. Groot was die. Die hebben ze geen naam gegeven, maar een eigen postcode. Mevrouw Koen. En ik haal dat kind zo uit die Koentunnel. En ik zeg tegen de vrouw, hier hebben we postcode, kan je? Gefeliciteerd. Weet wie ook bij ons bevallen is? Jaren geleden Annie Nicole Smith. Playboy-model, die had toen een affaire met een miljardair. Kan je dat nog herinneren? Ik wel. Net affaire, komt ze bij ons. Na een jaar, zwanger. Prachtig kindje bevalling, zegt tegen die oude knakker van 80. Knap gedaan, kerel. Ja, ze zijn jong. De motor moet er laten lopen, hè. Ja, erop weer zwanger. 81 was de nouwe. Prachtig kindje. Ik ga hem toe proficiat kennen. Ja, zei de jong. Je moet dat motor laten lopen, hè. Geloof het niet. Ja, later weer. 83 was de kerel. Anne Nicole, voor het derde kindje. Ik zeg niks zeggen. Jawel, zei. Je moet de motor laten lopen. Ik zeg, jongen, dan wordt het toch eens tijd dat je een olieververs, want een Disney is zwart. Nou, die zaal die ging ontzettend lekker mee, hè? Dat was een geweldige bevalling, eigenlijk waar ze mogen zijn. Ja, iedere week. Jezus, goed. Geweldig. Nou, jij mag je volgens mij nu echt wel Groesbeek's beste exportproduct gaan noemen. Na de Onze Wijn ben ik het beste exportproduct. Jawel, we hebben heel goede wijn, maar daarna kom ik. Hij ging al super. Hij ging echt goed, hè?
Volgens mij moet het toch een emmer adrenaline door dit lijf gaan als je daar op het podium staat. Gaat erop. Ja. Eerst is even zenuwen, maar als je daar staat is afgelopen. En die eerste die viel als een tierlier. En dan gaat de rest vanzelf. Ja, ik heb niet meer nodig en hij is helemaal nieuw. Het is grandioos. Je was wel een beetje gespannen van tevoren. Je denkt, nou, hij is inderdaad zo nieuw. Het is een beetje eng, maar nee. Ideaal. Wil we terug. Helemaal raak. Lekker, ja, doe maar. Lekker ontspannen, jongen. Pak lekker een biertje.